Ja, voorzitter, even als algemeen punt van orde. Want ik zit even ook ongemakkelijk nu. We ook nog in andere collega's ongetwijfeld ook met moties. En dat willen we ook niet afraffelen. Kijk, ik als de minister echt weg moet omdat ze het vliegtuig moet halen en de wedstrijd moet halen. Ik heb liever dat we het gewoon afmaken. Dat vliegtuig kan ook. Ja, het is volgens mij gewoon een vliegtuig dat, waarvan u bepaalt hoe laat dat gaat vliegen, schat ik in. Het is niet alleen het vliegtuig wat bepaalde landings- en starttijden heeft. Maar het zijn ook de afspraken die ik heb waar ik op tijd moet zijn. En daar is echt heel veel werk aan vooraf gegaan. Maar dan moeten we donderdag verder, stel ik voor. Dat moet deze week dan worden afgerond. Of eerder. Mag ik een punt van orde, voorzitter? De heer Van Nes. Voorzitter, de Kamer heeft gezegd geen regeringsafvaardiging naar Qatar. Dus de Kamer wil niet dat de minister naar Qatar gaat. Als de minister nu ervoor kiest om wel naar Qatar te gaan en vervolgens dit debat waar wij gewoon voorstellen in willen dienen. Ja, wij willen gewoon voorstellen indienen. En dat dan onmogelijk maakt en hier weggaat uit dit debat, dan heb ik daar echt een heel groot probleem mee. Ook principieel. Dus ik ben daar echt op tegen. En ik wil echt voorstellen dat wij nu gewoon die moties in kunnen dienen vandaag. En dat we dan gewoon het debat af kunnen maken zoals dat gepland is. Want het is niet alleen dat de minister een drukke agenda heeft. Misschien wordt eigenlijk het voorzetten van het debat gepland op een tijdstip dat iemand van ons niet kan. Dus ik vind het niet kunnen. Ik vind echt dat we dit debat nu gewoon af moeten maken. Ja, voorzitter, dat gaat gewoon echt niet lukken. Ik kan mezelf niet in tweeën splitsen. Ik heb kennis genomen, we hebben als kabinet kennis genomen van de wens van de Kamer. Maar we hebben ook gezegd, we hebben daar een besluit in genomen. We hebben een brede afweging in gemaakt. Dat besluit is genomen, dat ga ik uitvoeren. Daar zijn allerlei voorbereidingen getroffen, inclusief alle afspraken die voor morgen in Qatar zijn gemaakt. Ik kan niet zomaar een paar uur later gaan vliegen. Dat gaat gewoon niet lukken. En ik denk, eerlijk gezegd, ik wil heel graag ook dat allemaal nu zouden kunnen doen. Maar onmogelijk kan ik dat als persoon nu uitvoeren. Dus, Als de minister nu weggaat, hoeft ze van mij niet meer terug te komen. Dat meen ik serieus, voorzitter. Ik vind echt dat we dit debat moeten afmaken. Echt waar. De heer Mohannes. Voorzitter, laat ik helder zijn dat ik ook liever wil dat we dit debat afmaken, al is het maar. Omdat er heel veel onzekerheid is bij me te vinden. Dat gaan we allemaal niet herhalen, maar dinsdag zouden we over de moties stemmen. Sorry? We moeten voor 8 december over de moties hebben gestemd. Zelfs dat? Oké, dat had ik niet eens scherp. Maar ik zat met gewoon volgende week, dinsdag, stemmen we dan over de moties. Dat is dan volgens mij ook de uiterste datum, als ik het goed zeg. Nee, maar serieus. Dus dit is gewoon een enorm risico wat we hier nemen. Dus ik voel enorm met de heer Van Nisp mee. Maar als de minister echt zegt, ik loop sowieso weg. Ja, kunnen we het dan overmorgen afmaken met alle agendaproblemen die ik voorzie? Maar het kan echt niet later. Daar hebben we echt een vet probleem. En het is echt geen boodschap naar al die clubs die gewoon dreigen om te vallen en die op een beetje zekerheid hopen vanuit deze Kamer. De heer Hilma. Ja, voorzitter. Ik heb gewoon op 6 vragen nog geen antwoord gekregen. En Tiel speelt bij mij ook nog mee. Dus ik wil wel de ruimte hebben om in ieder geval die tweede termijn goed te kunnen doen. Als dat vanavond niet kan, dan wil ik het ergens deze week doen. Maar wel uiterlijk op woensdag of donderdag. Om de simpele reden dat ik ook met mijn fractie moet overleggen over de moties die er zijn. Dat kan echt niet op een kortere termijn dan dat. Dus ik ben heel benieuwd wat de oplossing hiervoor gaat zijn. Maar het kan denk ik niet anders. Mevrouw Meijer nog, dan ga ik afconcluderen. Ja, voorzitter, ik vind ook wel, om aansluiten bij de woorden van de collega Van Nis, een bizarre situatie. Want de minister is hier op uitnodiging van de Kamer. We hebben een debat gepland waarvoor de tribune nog aardig vol zit om 11:30 s'avonds. Dat wordt ongetwijfeld ook gevolgd, misschien live nog ergens. En dan gaat de minister ook nog notabene naar Qatar, waarvan de meerderheid van de Kamer heeft gezegd dat ze daar niet heen zou moeten gaan. Dus het geeft op zijn minst wel een redelijk ongemakkelijk gevoel dat dit nu gebeurt. En ik vind het ook eigenlijk gewoon niet kunnen. En ik zou het zeer op prijs stellen als we nu gewoon misschien de vragen die kunnen wachten schriftelijk beantwoorden. En de rest nu met vliegende vaart afmaken. Ja, volgens mij zijn alle vragen beantwoord. De vragen zijn er niet beantwoord. Ja, mijn inschatting is dat we niet binnen 30 minuten klaar zijn. Ook niet binnen 1 uur klaar zijn. Dus ik denk echt dat de enige redelijke mogelijkheid is om op donderdag verder te gaan met het debat. Zodat alle vragen beantwoord kunnen worden die nog openstaan. Want er zijn er inderdaad nog wel een paar. En de moties gewoon ingediend kunnen worden en een fatsoenlijke appreciatie kunnen krijgen. En ik voel me hier ook bijzonder ongemakkelijk bij. Maar ik ben wel op zoek naar een oplossing. Want ik wil ook gewoon echt recht doen aan dit onderwerp. En dat is nu niet snel afraffelen, halve appreciatie en vragen die niet beantwoord zijn. Alle steun, voorzitter. De heer Van Nispen. Voorzitter,
U kunt er niks aan doen, geven wij het aan de voorzitter. Maar zeker geen steun dat de minister nu dit debat verlaat om naar Qatar te gaan. Ik zeg het hier nog een keer. Als de minister dit debat verlaat, dan hoeft zij van mij niet meer terug te komen. Dan willen we een echte minister van Sport. Dit is in ieder geval het voorstel wat ik voorzitter nu kan doen. En dat betekent dat we het donderdag moment moeten zoeken om het debat af te maken. Voorzitter, waarom specifiek donderdag en niet woensdag? Want dat lukt dan nog niet? Ik krijg een signaaltje dat er een mogelijkheid is om het donderdag af te maken. Dat is de reden. Ik weet niet of het woensdag wel of niet zou kunnen. Voorzitter, nogmaals, ik kan niet in de agenda van de minister kijken, maar ik bedoel, we kunnen dit wel afmaken, denk ik echt, ook gewoon. En dan gaan we wat vlotter door. De tweede termijn met de moties zijn ook veel vragen al beantwoord. Het had gekund, ik vind het jammer. Vooral ook, niet voor mezelf hoor, maar vooral voor iedereen die toch zich zorgen maakt over de sportinfrastructuur hier in Nederland. Ik vind Qatar, die wedstrijd vind ik gewoon niet belangrijk, oprecht niet, om daar naartoe te gaan. Maar goed, ik heb verder ook het gevoel dat er een meerderheid is die zegt, laten we dan nu maar stoppen en dan gaan we door donderdag. Punt van orde, we moeten onszelf hier serieus nemen, als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Je kunt niet hier zomaar een minister uit het debat laten lopen, terwijl het debat niet is afgerond, terwijl er belangen enorm groot zijn, terwijl wij moeten stemmen over de begrotingen. Dat kan niet. En dat ook nog eens vanwege een reden waarvan de meerderheid van de Kamer heeft gezegd, ga niet naar Qatar. Wat doet de minister? Ze gaat wel naar Qatar. En notabene wandelt ze ook nog weg uit dit debat. Dat kunnen we gewoon niet laten gebeuren. Laten we onszelf ook serieus nemen, zeg ik hier tegen de collega's. De heer Hilma. Ja, voorzitter. Om even volgens mij wat nuance in deze bijdrage te brengen. We hebben regelmatig dat er eindtijden staan voor debatten waarbij een minister vervolgens weg moet of een andere afspraak heeft, waarbij debatten niet afgemaakt worden, een tweede termijn plenair gedaan wordt, een motiedebat plenair gedaan wordt of een debat op een ander moment plaatsvindt later in de week. Voor het stemmen maakt het niet uit of we vandaag die moties indienen of donderdag die moties indienen. We stemmen er komende dinsdag over. Ik ben zeer ongelukkig met hoe het loopt. Maar als er overmacht is om het zo te laten gebeuren, dan is dat zo. En dan steun ik de voorzitter in deze keuze om tot een andere datum te komen om het af te maken dan vanavond. Dan concludeer ik dat we proberen om donderdag het debat voor te zetten. Het debat was tot 11 uur gepland, dus we zijn ook al uitgelopen. En nogmaals, ook ik had het graag af willen maken. Ik voel me hier ook bijzonder ongemakkelijk bij. Maar ik wil het wel op een fatsoenlijke manier en met fatsoenlijke tijd af kunnen ronden met elkaar. Zou ik nog even mogen reageren, want ik voel me ook ongemakkelijk hierbij. Dat zeg ik ook eventjes. Het besluit om naar Qatar te gaan, ik heb het net al gezegd, hebben we ook als kabinet genomen. Ik ga dat besluit uitvoeren. Het was van tevoren bekend dat ik tot 11 uur, 11:30 zou kunnen blijven. En anders komt dat reisschema en alle voorbereidingen die daarvoor getroffen zijn in gevaar. Dat kunt u niet belangrijk vinden, maar ik vind dat wel belangrijk. Het is niet mijn bedoeling om hier als minister weg te lopen. Maar we zitten gewoon aan de eindtijd en de beschikbaarheid die ik heb voor dit debat. En dat is geen onwil naar de Kamer. Ik vind het ontzettend onaardig dat u dat zo zegt en ook zegt van u hoeft niet meer terug te komen. Ik neem mijn werk ontzettend serieus, ook als minister van Sport. Dat is ook de reden waarom ik naar Qatar toe ga, omdat ik ook dat onderwerp heel erg serieus neem. En ik kom graag donderdag terug, dan ben ik weer beschikbaar. En het is wel eens vaker dat bewindslieden, omdat ze in het buitenland verblijven en daar afspraken hebben, niet beschikbaar zijn voor de Kamer. Dat gebeurt vaker. Dus ik wil ook echt wel even wegnemen dat alsof ik hier zomaar even wegloop. Dat is niet zo. Ik zit hier in een lang debat. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk op alle vragen, want dat waren er ook veel, antwoord te geven. Als we daar niet mee rondkomen, en dat kan omdat een WGO, en er werd net al aan gerefereerd, we hebben misschien wel te weinig debatten. Daardoor zijn er heel veel vragen. En ik wil uw vraag echt graag goed kunnen beantwoorden. En dan vind ik het een prima oplossing om voor een tweede keer terug te komen. Ik doe dat graag, maar wel op het moment dat ik weer beschikbaar ben. Dan sluit ik bij deze de eerste termijn van de minister en gaan we donderdag verder.